Vaku Gamers, Lars hier en welkom terug bij meer Civilization 5 hier op Vaku Games. En jongens, welkom in een wereld waarin ik bijna de Taj Mahal ga bouwen. En welkom in een wereld waarin er twee idioten zijn die een stad midden in de woestijn gaan bouwen. Waarom ze dat doen, ik heb nog steeds geen idee. Maar als zij dat graag willen doen, dan moeten ze dat natuurlijk absoluut doen. En wat ik ook eventjes wilde vertellen, is dat onze wetenschap een behoorlijke boost heeft gekregen de afgelopen tijd. We staan nu niet meer op de 8e plaats, maar op de 9e. Oh nee, dat was land. We staan op de 3e plek, hartstikke goed. Ik zie hier een 9 staan, ik zeg in één keer 9. Op de 3e plek staan we. Dat is goed, dan hebben we gewoon een heleboel plekken gestegen. Kijk, land maakt me eigenlijk geen ene moer uit. Ik wil toch een oorlog voeren en een klein land is lekker makkelijk te verdedigen. Maar wetenschap, dat is vanaf nu gewoon heel erg belangrijk. En dan ga ik me ook echt... Inka, ja, is goedje. Waarom wil die gozer open borders? Waarom wil die open grenzen? Hij zit helemaal hier. Gaat hij echt serieus heen? Business agreement. Ja, is goed, ja. Is goed. Waarom wil die twee paarden... Waar is mijn land? Ik ben mijn land kwijt. Waarom wil die twee paarden voor een research? Heel apart. Nou ja, vooruit. Als hij twee paarden wil, krijgt hij van mij twee paarden. Ja, joh, allemaal prima. Ik doe toch niks met die beesten, dus... wat hij er nou maar wil... Ja, maar keine Ahnung, ja. Maar we moeten nog 3 beurten overleven en dan hebben we de Taj Mahal. En please, dat ding wil ik. Oh, de Sixtijnse kapel ging al niet door. Laat alsjeblieft de Taj Mahal wel doorgaan. Pikeman, volgende beurt. Ruïnes ontdekt, waar nou weer? Serieus, ruïnes? Nu nog? Ik vond al heel wat dat we de vorige keer nog ruïnes ontdekten, maar blijkbaar zijn er nog meer. Waar dan daar? Uh-oh. Pikeman. Maak eens even heel gauw dat je wegkomt daar. Dit is levensgevaarlijk. Als jij hier ligt, hè, met je boot. En je ziet dat hier een mannetje met een zwaard staat. Een mannetje met een bijl. En een mannetje met een pijlenboog. Dan draai je toch om en ga je toch de andere kant op? Of denk ik nou heel gek? Ja, joh, nog één. Ik smeer hem. Ik peer hem. Later. Harold Bluetooth is aan het plotten tegen Pocatello. Dag, je madame Bideri. Haha. Ik ga hem even verklikken. Zo ben ik. Als er wat te verklikken valt, dan ben ik als de kippen bij. See what I did there? Jullie gaan ook over de heilige kip vertellen. Dat zal hij ook wel weer niet relaxed vinden, maar we doen het gewoon. Zij kwamen tenslotte ook bij mij met hun rare verhalen. Dan mag ik het ook bij hen doen. Zo werkt mijn wereldje een beetje. Oh, please, nog één. Wat nou weer? Ja, die gozer moet echt een keelsnoepje nemen. Hij klinkt een beetje laag. Ik heb zelf ook een keelsnoepje nodig trouwens. Please, geef mij de Taj Mahal. Nu. Ik denk dat ik hem wel krijg, want alle steden zijn voorbij. De Taj Mahal. Rises above the banks of the river like a solitary tear suspended on the cheek of time. Prachtig. The Empire enters a golden age. Hop, zo vlots. En een great artist is geboren. Weet je, als we deze er nou bij doen, hop, dan hebben we 18 beurten golden age. Dan hebben we voorlopig wat te doen. Jij gelooft in de heilige kip, dan ga je door naar de volgende stad. Zo werkt dat, grote profeet. Werk aan de winkel. Tenochtitlan, opera huis. Volgende beurt. 18 beurten Golden Age. Het is best wel lang. Kunnen we gewoon 18 beurten even profiteren. Waar is mijn land trouwens? Daar. Was mijn land kwijt. Ik wist niet meer waar het was. Kuala Lumpur heeft oorlog. Waarom verklaart een city-state de oorlog aan een van de machtigste mannetjes in deze game? Ik kan daar echt serieus niet bij. Ik probeer dan te bedenken waarom ze dat doen, weet je? Maar ik kan er gewoon echt niet bij. Echt niet. Dat zou hetzelfde zijn als dat Liechtenstein, jullie vast wel bekend, de oorlog zou verklaren aan Rusland. Dat doe je niet. Dat is dom. Dat moet je helemaal niet willen. Dat is gevaarlijk. Volgende beurt. Hoe lang duurt het hier trouwens nog? Nog 3 beurten voor een operahuis. Dat is leuk voor de cultuur en volgens mij ook voor de happiness. En hier nog 2 voor de Musicians Guild. Zoals het hoort. Maheda, heb je shakketsip? Prachtig, kom er maar in. Waarom betalen die gasten trouwens elke keer maar 1 goud voor open grenzen? 1 goud. Waarschijnlijk is dat omdat ze gewoon dingen moeten geven.
A civilian was captured by barbarians. Wat? Ze hebben mijn grote profeet gecaptured. No! Stand at your bitches. was natuurlijk ook vragen om problemen. Er loopt hier verder niemand, alleen ik. Nou ja. Grote profeet weg. Balen. Dan maar geen grote profeet meer hoor. Grote profeet heeft zijn werk gedaan. Hij heeft Tikal omgevormd. Palenque is de heilige kip alweer vergeten, zo te zien. En Borshippa gelooft er ook nog in, dus. Op zich. Hij heeft 3 steden omgevormd. Heeft hij zijn werk redelijk gedaan, vind ik. Unit needs orders. Waar dan? Oh, jij. Hey, kijk eens eventjes. Dat is mooi. Inkaruna kunaka. Inkaruna, ja hoor, Inkaruna. Hier ook nog een ruïne. Die wil ik eigenlijk wel eens eventjes hebben. Gewoon om te kijken wat erin zit. Daar zit vast wel wat leuks. Biblos heeft oorlog met Harold Bluetooth. Jeen hoe neet haar ze bebed. En in de mamno. Oké, 5 goud per beurt. Ook leuk. Kijk, dat zijn tenminste prijzen wat je iets mee kan. En dat voor 30 beurten. 5 goud, 30 beurten. Dat is toch best een hoop. New unit from Sophia and you need iron. Oh. Oké. Pak ze! Hé, wat zit dit nou weer? Samurai, hi! Samurai! Ja, samurai. Samurai, hi! Dat verklaart ook waarom ik in één keer zonder ijzer zit. Hé, weet je, Sophia? Het is echt super tof, hè? Dat Sophia maar af en toe units geeft. Maar gebruik er alsjeblieft je eigen ijzer voor. Nu gebruiken ze mijn ijzer om mij een cadeautje te geven. Dat is hetzelfde als dat je naar iemand zijn verjaardag gaat. Dat je daar een vaas van de muur af, van een tafeltje afpakt. Die vaas inpakt en zegt, hier, cadeautje. Dat is een sigaar uit eigen doos, zoals ze dat noemen. Dat werkt er niet. Je gaat er niet iemand zijn eigen spullen cadeau geven. Ik krijg nu dus mijn eigen ijzer cadeau, waardoor ik het niet meer heb. Ik snap dat niet. Doe gewoon niet. Als je mij zo nodig een cadeautje wil geven. Geef me dan een cadeautje waar je zelf iets voor moeite voor hebt gedaan. Hier heb ik geen ene reet aan. Sophia dus echt heel bedankt voor de samurai. Maar volgende keer mag je ze houden. Ze zien er wel heel vet uit. Dat moet ik dan wel weer nageven. Ze zien er wel cool uit en ze hebben een hele coole vlag. Dus I'll take it. Zometeen chemistry. Chemie. Wil hebben. Wherever we look, the work of the chemist has raised the level of our civilization and has increased the productive capacity of the nation. Super, we kunnen kanonnen gaan bouwen. We kunnen een heleboel andere dingen doen. Dus ik ben gewoon heel blij. Jullie gaan daar naar binnen rennen. Oeh, populatie omhoog. Dat is leuk voor vandaag. Jij gaat naar... Gaan we naar hem toe. Hop. Levert 2 extra of 2 minder goud op, maar ik krijg ook wel heilig kipisme. Dat is dan wel weer tof. Hier een museum in Tenochtitlan. Hier wil ik een muur. En de samurai gaat even slapen. Tijd om te slapen, samurai. Je kan niet de hele dag rondjes rennen en mannetjes in de pan hakken. Dus gewoon even relaxed, even slapen. Mag je morgen weer mensen in de pan hakken. Beloofd. Sydney heeft oorlog met Nebukadnezar. Goed zo, Sydney. Gefeliciteerd, jongens. Ik snap er echt een heleboel van. Waarom verklaren al die kleine city-states de oorlog aan gigantische grote machten? Dat is dom. Erg dom zelfs. Komt zo te veel kunst mee staan. Best wel balen voor deze vent. Die heeft gewoon een car helemaal vol met stront. Dat gaat toch stinken. Jullie gaan als de zandsodemieten er weer vanaf. Want dat is gevaarlijk daar. Er staan namelijk allemaal mannetjes met bijlen. En voordat je het weet heb je een bijl in je nek. En dat doet best wel zeer, denk ik. Ik ga trouwens zometeen nog maar even een extra trade route laten rijden vanaf hier. Ik heb nog 1 trade route over en er gebeurt geen reet mee, dus dat is zonde. Hé, hey, kijk nou eens. Assyrian samurai. Gezellig. Die komen even op de koffie natuurlijk. Beetje balen alleen dat mijn koffie op is. Zeg geen koffie meer in. Balen. Nebukadnezar heeft bewezen dat de aarde rond is. Goed zo, Nebukadnezar. Dat wisten we nog niet natuurlijk. Hier wil ik een tempel. En dan koop ik een... Oh nee, dat is zonde. Laten we eerst een
Oh, dat duurt nog 6 beurten. Dat is best wel lang. Nou, weet je, dan kopen we gewoon een caravan. Hop, die verdient zijn geld ondertussen wel een keertje terug. Zo, caravan erbij. Dan hebben we 5 trade routes. Dat is er meer dan genoeg. Er hangt hier een hele rare zoom in de lucht. Ik weet niet wat dat is. Maar maak er een heleboel. Oh, hi. Jij bent er weer. Karim. Karim. Ja, is goed. 2 ijzer. Zit ik nog steeds met een ijzer tekort. Waar gaat al dat ijzer aan op, eigenlijk? Wie gebruikt er hier ijzer? Ik niet, hoor. Ik heb nog geen 1 ijzer uitgegeven. Dan zal ik dat waarschijnlijk wel geweten. Nou ja, heel apart. We gaan even naar de demographics kijken. Oeh, we zijn weer teruggevallen naar de plaats 4. Niet goed, niet. Jullie gaan weer weg. Als Nebukadnezar kan bewijzen dat de aarde rond is, dan kunnen wij het ook. Jij gaat naar Assur. Voor het extra geld. Extra geld is altijd handig. Wat? Maken mensen toch een herrie hier altijd, joh? Echt bizar. Hou gewoon je mond, 's avonds. En het is nu avond, dus hou gewoon je mond. Nebukadnezar heeft weer oorlog. Of met vrede, met City. Nou. Die wisten dus ook niet wat ze willen. Willen we oorlog, willen we vrede? Willen we oorlog, willen we vrede? Je weet het. Zo moe worden van, hè, van zo'n soort landen. Zo moe. Hier lopen ook door. Jerevan heeft mijn hulp niet meer nodig. Dan zoek je het lekker zelf maar uit, Jerevan. Dan ga ik ze niet meer helpen ook. Als ze mijn hulp niet meer willen... Oh, jij bent er nog. Vaar maar door. Doei. Als ze mijn hulp niet willen, dan krijgen ze het niet ook. En dan moeten ze niet zometeen bij me komen piepen van... Hey, Vaco, we hebben je nodig. Ah, ah. Zo werkt dat dan ook weer niet, hè? Melbourne is katholiek geworden. Door welke bastard deed dat? Welke bastard? Hier ook! Wittenberg, ook katholiek. Welke idioot doet dat? Hij zeker, hè? Zij zijn ook allemaal katholiek. Oi, oi, oi. Dat is vervelend. Dat kan ik even niet gebruiken, een katholieke bezoek. Ik wil geen katholicisme hier. Ik wil alleen maar heiligkipisme. Caravan gaat naar Nimrud. Hop. Barbarian encampment. Oh. Maar kijk eens wat we hier allemaal hebben. Units. Om dat boel te redden vandaag. Serieus? Een musketman? Holy shizzle. Barbaren worden gevaarlijk. In ten ochtend land wil ik een... wat wil ik eigenlijk? Operahuis moeten we nog hebben in Lol. Nou, dan kopen we in Lol een operahuis. Amfitheater. Operahuis. Want die wil ik wel hebben eigenlijk, de Hermitage. Zeker als ik later voor cultuur wil gaan, dan komt dat heel goed uit. 50% cultuur in deze stad. Dat is wel iets waarvan ik denk, juist, dat moeten we hebben. Ik denk namelijk dat het ooit een cultuurvictory gaat worden. Dus die kan ik heel goed gebruiken. 50% extra cultuur. Iedereen heeft oorlog. Die heeft weer vrede. Ik ga het allemaal niet meer volgen, hoor. Dan is het weer oorlog. Dan is het weer vrede. Die mensen weten gewoon echt niet wat ze willen. En daar ga ik er ook geen moeite voor doen. Zo ben ik dan ook alweer. Nog 3 beurten, dan komt de kunstmeester aan. Gaat lekker stinken hier. Hé, hey, we kunnen iets jatten. Dat is vet. Wat gaan we jatten? Machinery! The press is the best instrument for enlightening the mind of man and improving him as a rational, moral and social being. Oké, machinery gejat. Prachtig. Dan wil ik in de tussentijd in Teotihuacan een museum. En we hebben een nieuwe agent. Oh nee, toch niet. Ik dacht even dat we een nieuwe agent hadden. Oh, die gozer is gepromoot. Ah, gefeliciteerd. Een van mijn agenten heeft een promotie gekregen. Volgende beurt. Volgende beurt. Jullie, pak hem. Volgende beurt. Dank u. Duurt lang. Samurai tegen mannetjes met pistolen. This is not gonna end well. Ze zitten ook nog eens een keer bovenop de berg. Gelukkig zitten wij in de jungle, dus dat geeft ook weer extra bescherming.
Heel benieuwd wat ze nu gaan doen. Ik denk dat hij zo meteen hem aan gaat vallen. Omdat hij zwakker is dan hij. Dus kom maar op. Schiet mijn swordsman maar overhoop, Mr. Barbaar. Oh, niet eens. Oeh, boot bijna tegen de grote rots aangevaren. Daar varen we omheen, want wij zijn heel slim. En dan gaan we deze gasten eens even in elkaar tremmen, want dat is natuurlijk onze baan. Hop, pak ze. Samurai, pak ze. Dit schiet niet echt op, hè, jongens. Dit is best wel gevaarlijk, eigenlijk. Maar goed, wij zijn met z'n tweeën. Hij is met zijn uppie. Eén beurt, er komt de kunstmest aan. Dus iedereen even zijn neus dichtknijpen. Het gaat zo meteen heel erg stinken hier. Het gaat echt enorm stinken. Oh, wie is het je kind? Ja. Oké, durf je dicht. Die gozer stonk trouwens ook wel een beetje. Maar niet zo erg als dat die kunstmest zo meteen gaat stinken. Wauw. Kom op, kunstmest. Duurt lang. Nog een barbarian en campen. Nee, hè. Wat is het nou daar elke keer? Elke keer stinkt het hier. Niet relaxed. Oeh. Heleboel dingen tegelijk. Ik ga even zo kijken, dan kan ik het beter zien. Cities we all like to visit. Oh, niemand wil bij mij bezoek komen. The nation that destroys its soil, destroys itself. Hoopje is al erbij. Great Musician is geboren. Mooi. En jij vaart lekker door. Wat gaan we ondertussen uitvinden? We gaan uitvinden... Wetenschapstheorie. Eerst de drukpers, dan economie, dan scientific theory. Prima. Hier wil ik een forge. Oh, en een great work. Ja, great work. Kom maar. Word ik verdrietig van met die muziek. Wie is de dood? Serieus. Requiem Kyre. Iemand is dood en ik weet niet wie. Ik heb geen uitnodiging voor de begrafenis gehad. Nou goed. Jij, ja, pak hem weer. Nou, er zijn in ieder geval weer twee dood. Jij, ja, pak hem. Hoppakee, staan er nog maar drie overeind. Vervelend, zeg, zo'n encampment hier. Alert. Volgende beurt krijgen we als het goed is de Hermitage. Leuk voor de cultuur en leuke stap richting onze volgende cultuurbonus. Come up. You can do it. City States, I know, zijn helemaal klaar. Volgende, come up. Ik wil mijn Hermitage hebben. Om al mijn kunsten uit te stellen. Oeh, dat is erg. Oké, die is dood. Auw! Hier wordt er gewoon moe van. Unit promoted. Pak eerst hem maar, want hij is link. Is er maar één samurai zo dapper genoeg? Ik dacht dat samurai altijd helden waren. Blijkbaar niet. Oké, de Hermitage is klaar. Dan wil ik nu de armory. Extra verdediging. Jij vaart lekker door. Jij komt er wel, hè. Mr. Boat. Dan wordt het zometeen samurai tegen prik, meneer. Dat moet de samurai kunnen winnen, want de samurai is close combat. En deze is toch een beetje meer voor tegen paarden. Dus tenzij de samurai op een paard gaan zitten. Wat ik niet verwacht eigenlijk, maar... Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Dan gaan we dit wel winnen. Dan is dat kamp weg. Daar hebben we daar ook geen last meer van. Dit is een kamp dat ik wel weg wil hebben eigenlijk. Het ligt iets te dicht bij mijn grens. Ja joh, nog meer mannetjes erbij. Waarom niet? Pak ze! Oeh, dat gaat toch niet zo goed als dat ik dacht. Hoehoe. Sterker nog, het gaat helemaal niet zo goed als dat ik dacht. Kopen. Wat kunnen we hier kopen? Musketmannen. Pakken we ze zelf ook maar. Dan gaan we zelf maar schieten. Oh, jij bent er ook nog. Nou, daar. Het zuiden. Volgende beurt vind ik het mooi geweest voor vandaag. Dan gaan we eens kijken wat er zo... Hi, open grenzen. Ja hoor, kom dan maar door. Hij is tenslotte mijn mattie. Mijn homeboy, mijn chiller, mijn maat, mijn vriend, mijn...
Bellamati. Oeh. Oeh, hele belangrijke berichten, denk ik. Hele belangrijke berichten. Oh. Nee, geen hele belangrijke berichten. Stoor me dan ook niet. We hebben belangrijke dingen aan het doen. Uit, zo. Klaar. Oké, Oh jee. Pak ze! Oep, in één keer alles plat. Prachtig. Jullie pakken hem. Jij gaat daar ook op af. Hak soldaat in de paal, jongens. Come on, you can do this shit. Choose production. Hier wil ik graag... musketmannen. Even een beetje aan mijn legertje gaan denken. En ik weet dat ik zei dat dit de laatste beurt was, maar ik moet dit eventjes repareren. Ik wil gewoon dat dit weg is voordat ik deze aflevering afsluit. Eerder sluiten we deze aflevering niet af. Voordat deze hele vervelende barbaren weg zijn. Lijkt me een mooi doel. Zal de volgende beurt voor worden. Het gaat trouwens over dit kampen, hè? Niet over de barbaren. Er zal zometeen ongetwijfeld weer een paar andere barbaren bij spawnen. Maar dan hebben ze in ieder geval de kans gehad om ze weg te blazen. Nou, kom maar op. Spannen maar weer een paar bij. It is a newspaper's duty to print the news and raise hell. We kunnen dierentuinen bouwen, de Scheve Toren van Pisa, Globe Theater en het World Congress kan gevormd worden. En een grote schrijver. Oh, dat is leuk. Ik ga een political theater schrijven. Even een politiek dingetje. Jij pakt hem. Oké. En jij schiet erop. En ren naar binnen. Zo, weer een kamp weg. Prima. Oh, mijn spion is dood. Oh. Dat is gemeen. Mijn spion is dood. Ah. Hashtag ripspion, denk ik. Thank you gamers. Ik ga aan jullie vragen om gewoon weer eventjes een like op deze video te doen. Zoals jullie de afgelopen tijd ook weer super lekker gedaan hebben. Het is gewoon elke keer weer tof om te zien dat de video gewoon heel veel likes haalt. Dus als jullie mij blij willen maken, like deze video dan eventjes. En ik zie jullie dan de volgende keer weer terug bij Mayhem Civilization 5. En dan zien we wel wat er naartoe gaat. Mazzel!